Goedemorgen. Hi. Welkom in het programma, zeg het maar. Dankjewel. En weet je wat leuk is? Nou? Je bent de eerste, dus je mag het programma even openen. Oh. En weet je de openingszin? Vertel het maar even. Welkom bij het programma, zeg het maar, voor deze week. Welkom bij het programma, zeg het maar, voor deze week. Nou, zeg het maar. Nou is gelijk jouw momentje. Ja, dan sta je toch mooi voor het blok, hè? Hé, hey, leuk, hè? Ja. Dat verwacht je niet, maar het gebeurt je. Nou, eigenlijk wil ik een wedervraag stellen. Oh. Wat vind jij ervan dat als je gezellig op de markt loopt, of je loopt gezellig in de winkelstraat en je praat mensen of je spreekt mensen aan, dat ze zo doorlopen? Wat vind je daar nou van? Ja, iets minder. Je kan het wel begrijpen. Ja, tuurlijk, want niet iedereen wil het, zeg het maar. Oh ja, ja. Nee, maar dan kunnen ze ook wel zeggen van. Ik heb even geen tijd of... Ja, ik heb geen zin. Ik heb geen zin, maar ze nee, stug doorlopen. Ja, ze ontvluchten de camera gewoon. Ja. En dat doet u niet? Nee. Nee. Nee, dus heeft iets leuks te melden, heeft iets te klagen. Dat is echt, dat wil ik echt even kwijt. Nou, klagen niet. Nee? Wat gaan we doen vandaag? Ja, wat ga je doen, ja? Nou, we lopen even gezellig op de markt. Ja. En wat gaan we straks doen? Oh, we hebben net kipjes gehaald, een paar lekker. Weken terug. Nee, niet lekker. Oh, die ga je niet opeten, die kippen? Nee, ze zijn niet om op te eten. Oh, sorry. Dus we moeten even, wat in het vat zit, hè? Je weet niet. Wat in het vat zit, dat verzuurt niet. Kan nog gebeuren. Maar waar is de wederhelft nou? Ja, die staat achter mij te praten. Oh, daar. Dag wederhelft. Ja. Goedemorgen. Hallo. Ja, u krijgt ook nog even een klein momentje van mij. Vind ik geweldig. Leuk? Vertel maar even van de kipjes. Ja, van de kipjes. Nou, die kippen die vind ik hartstikke leuk. Alleen ze leggen geen eieren. Nog steeds niet? Nog steeds niet, nee. Zijn het wel kippen dan? Ja, het zijn echt wel kippen. Het zijn echt wel kippen. Ja, het zijn Drentse kippen. Dus je weet dan toch niet hoe dat verder afloopt met die kipjes. En je weet zeker dat het geen haan is? Nee. Nee, dat weet je heel zeker. Nee, dat weet ik heel zeker. Absoluut. Dus je zit nog steeds met smart op eitjes te wachten. We zitten met smart op eieren te wachten. Maar ja, zolang dat ze niet doen, dan halen we ze maar hier op de markt. Hè? Ja, het is niet anders, nee, hè? Het is niet anders. Het is gewoon een kwestie van. En op de markt is het ook gezellig. Ja, op de markt is het ook leuk. Hartstikke leuk. Kan ik leuke dingen doen in het weekend of houdt rustig? Oh, we houden het rustig in het weekend. Gewoon lekker rustig. Een beetje wachten tot op het goede weer, hè? Ja, dan moet ik even geduld hebben. Dan wouden we de barbecue aandoen, hè? Je wilde de barbecue nou al aansteken. Ja, dat gaat niet, hè, met dit weer. Meid, het is veel te koud. Dus we moeten met z'n allen wat meer schuiven. Ja, anders heb je de ijspegels aan de neus hangen. Ja, dat willen we niet, hè? Nee, dat wil je niet. Nee. Ga eens even lekker naast elkaar staan, mister okay. Twee, hè? Even heel strak naast elkaar. Heel strak naast elkaar. Oh, prachtig plaatje. Ja, hoor. En dan zeggen we volgende, hè? Ja, maar eerst tel ik af, hè? Oké, okay, tel uit, Kees. En dan roepen jullie met z'n tweeën tegelijk. Heel spontaan volgende. Oké. Okay. 3, 2, 1. Volgende. Volgende. Met z'n tweeën tegelijk. 3, 2, 1. Volgende. Dankjewel. En een fijn weekend. Dag. Succes met de kipjes, hè? Ja, dankjewel. Dag. Doei. Dag. Ja, tot ziens. Dag hoor. Dag. Niet omkijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb er geen zin in, meneer. Nee, geen programma, zeg maar. Dat vindt u niet. Nee, ik vind het niks. Dan mag u namelijk alles zeggen wat u wilt. Ja. Nee. Dat doe ik sowieso wel. U wilt het ook niet, mevrouw? Nee, doe maar niet. Hoor. U wilt niet één heel klein momentje? Dat u zegt van nou... Misschien mijn buurvrouw. Nee. De buurvrouw? Ja, die buurvrouw. Nee, de buurvrouw ook niet. Of de buurman. Dus de buurman. Ja, de buurman. Hallo, buurman. Ja. Nou, zeg het maar, buurman. We hebben net een mooi bloemetje gekocht, meneer Kees. Ja. Ja, waarom heeft u een bloemetje gekocht? Nou, het was een beetje kaal op de... Ja, ik ook, maar... Ja, nee, ik zeg het niet, hoor. Zijn nu woorden? Ja. Het was een beetje kaal op de loggia. We denken, we zullen even een bloemetje ter opluistering erop zetten. Ja. Ja. Gaan er leuke dingen doen het weekend? We gaan vanmiddag even naar... Morgen gaan we even naar de caravan toe. Ja. En naar Nijmegen. En de stad in. Ja. Oh, gezellig. Even winkelen. Een drankje. Een drankje. Ja, ja. Echte leuke dingen van het leven, zeg maar. Leuke dingen van het leven, ja. En mevrouw mag ook mee? Ja, zeker. Ja? Ja, maar anders wel. Mag ik niet, hè? Ah, natuurlijk. Ik kan maar weer verder. Mevrouw, ja, hallo. Nee, ja, zo werkt het niet natuurlijk, hè. Mevrouw, mag u ook mee naar Nijmegen of niet? Ik mag niet mee. Nee. U mag niet mee? Nee, ik mag niet mee. Dat is weer jammer dan natuurlijk, hè. Ja. Maar u gaat wel een leuk weekend tegemoet. Jawel. Ja, wat gaat u doen? Gewoon lekker thuis. Lekker thuis? Boven op het terras zitten in de zon. Ook gezellig. Ja. Bakje koffie erbij. Ja hoor, gebakje. Hapje, drankje. Ja. Alles. Ja. Er is nog iets te klagen misschien? Nee, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja? Je bent zeer tevreden? Heel erg tevreden, ja. Ja. Zou u even naast die meneer kunnen gaan staan? Ja, dan? Natuurlijk. Ja, dat is leuk namelijk. Dat wil ik graag. Ja, nou. Want dan zeg ik namelijk 1, 2, 3 en dan roepen jullie heel spontaan volgende. Ja. 1, 2, 3. Volgende. Dankjewel.
En toch nog bedankt voor uw momentje hoor. Zeker, ja. Graag gedaan. Goed weekend hoor. Ja. Tot ziens. Dag. 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 Ja, goedemorgen dames. Nee. Ja. Welkom in het programma, zeg het maar. Smaakt die? Ja. Ja, is het lekker? Ja, smaakt goed hè? Mm-hmm. Lekker. Ik wil wat zeggen, maar mag ik even mijn mond leeg eten? Ja, je mag je mond even leeg eten en dan mag jij wat zeggen. Dan is het echt jouw momentje. Nou, dat is leuk hè? Dat verwacht je niet. Het gebeurt top. Je. Ja. Lekker zoals zij zei. Ik vind het wel heel charmant om zo op tv te komen. Ja? Maar ik wil wat zeggen. Nou, zeg het maar. Eddie en Maya, van harte gefeliciteerd met jullie 30-jarige huwelijk. Ah, die zijn 30 jaar getrouwd. 30 jaar getrouwd. Is dat vandaag? Ja, en zij hoort er ook bij. Ja, zij hoort achter, er ook bij. Die achter mij staat. Maar die wil niet voor de camera. Jawel, wil ze wel. Ja, wil ze wel. Sleep ze eens voor de camera. Babs, kom eens hier. Kom. Babs. Ze wil echt niet, hè? Ze wil echt niet. Ze wil echt niet. Hé, maar krijg je ook nog een feestje dan? Ja, zo meteen. Ik heb flink geshopt voor ze. Oh, wat heb je gekocht? Laat eens kijken. Een broek. Een broek. Een broek. Ah, en je kent de maten, dus je denkt, ja. Ach, lak een broek halen. Lak een broek kopen, dat is heel lastig hoor, met lengtemaat 36. Dat bedoel ik. Maar wordt het wel een groot feest? Enorm. Enorm? Wat gaat er allemaal gebeuren? Ik weet niet, eten. Dus, eten. Dit is mijn enige broodje wat ik eet en straks nog meer. Oh, je krijgt natuurlijk een soort lopend buffet of zo. Natuurlijk, hoort er allemaal bij. Altijd goed, altijd lekker. Dus er wordt een dol, wild weekend. Heel erg. Heel erg. Ja. Jij gaat helemaal los. Ja. Nou, ja, goed. Dan wens ik jou toch een hele fijne fuif. Maak er wat leuks van. Ja, ga ik doen. Niet te veel drinken. Wij gaan de zaal versieren. Dus ik ga de zaal versieren. Waar wordt feest gehouden? In Ede. Ja, waar? Ik weet niet hoe het heet. Oh, je weet niet hoe het heet? Nee, weet ik niet meer. Maar dat geeft niet hoor. Geeft niet, als je het maar weet te vinden. Ja, weet ik. Dat is wel handig, hè? Ja, dat is wel handig. Dat is wel handig. Dan zeg ik 1, 2, 3 en dan roep je heel spontaan volgende. Gaat dat lukken? Ja, dat gaat lukken. Okay. 1, 2, 3. Volgende. Ik zei spontaan. Oh, nou, 1, 2, 3. Zij is de volgende. Volgende. Ja, dankjewel. Hey, succes met feestje, hè? Jo, dank je. Dag. Dag. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Wat zegt u nou tegen mij? Ik kom speciaal naar Ede om hier mijn brood te halen. En ik kom helemaal uit Leiden. U komt speciaal naar Ede om hier het brood te halen? Ja, en dat dan helemaal vanuit Leiden? Ja, vanuit Leiden. Echt waar? Ja, kunt u het broodje even laten zien dan? Ja, want dan ben ik wel benieuwd wat voor broodje dat is. Kijk eens. Een superbrood. Een superbrood. En dan komt u speciaal voor vanuit Leiden. Ja. Nee, heel logisch hoor. Zou ik zelf ook doen. Bakken ze in Leiden dan geen brood? Ja. Wel, maar dat is niet zo lekker. Nee, dat is niet zo lekker. Nee, mevrouw, wat vindt u daar nou van? Ja, ik vind dit brood ook lekker. Ja? Ja. En dan zit u meer dan een uur in de auto? Ja. Voor één broodje? Ja, maar dat vinden wij niet erg. Oh, dat vindt u niet erg? Wij rijden graag in de auto. U rijdt graag in de auto, dus het maakt u niet uit. Nee, en we lopen ook graag in de auto. Ik kan nu heel leuk winkelen. Ja, u vindt het een mooie omgeving? Ja. Maar ja, u zit hier ook op de Veluwe, hè? Ja, heerlijk. Dus dat is wel heel mooi natuurlijk. Ja, absoluut. Gaat u nog leuke dingen doen dit weekend of houdt u het rustig? Houdt het rustig. Ah, meneer houdt het rustig? Ja? Ja, houdt het rustig. Hoe komt het? Ja, dat weet ik niet. Dat weet u niet? Ik houd het gewoon rustig. Gewoon lekker rustig aandoen. Heeft u nog iets te klagen misschien, meneer? Nee, niks. Nee, niks te klagen? U bent zeer tevreden? Alles goed. Alles goed? Ja. Dat is weer heel positief natuurlijk, hè? Perfect. Ga eens lekker naast elkaar staan. Even lekker naast elkaar. Zo. Want dan zeg ik namelijk 1, 2, 3 en dan roept u heel spontaan volgende. Maar dat moet lukken, toch? Ja. Volgende. Nou, nee. Ik doe eerst even tellen, hè. Met z'n tweeën tegelijk, let op. 1, 2, 3. Volgende. Dank u wel. Okay. Nou, succes in Leiden maar weer, hè. Tot ziens. Ja. En geniet van het broodje uit Ede. Ja, zal wel lukken. Ja hoor, dag. Ja, goedemiddag. Oh, hallo. Hallo, welkom in het programma, zeg het maar. Ja. Ja? Nou is het uw momentje, dus zegt u het maar. Nou, het was heel spannend bij ons op de camping. Ja. Er kwam een luchtballon over, zo'n grote, weet je wel. Ja. Ja. En die landde bij ons op de camping. Ja. En dat hebben we meegemaakt en dat was zo'n leuke ervaring. Maar die man dorst niet meer verder te vliegen, die had ook heel weinig wind. Nee, maar als je geland bent, dan kan je ook niet verder vliegen natuurlijk. Hè? Nee, maar voordat hij die beslissing nam. Voordat hij ging landen natuurlijk. Ja, dan heb je die beslissing genomen. En hij is niet geland op uw caravan? Nee. Maar het was heel spannend allemaal. Ja, dat verwacht je niet, hè, een luchtballon in je achtertuin. Nee. Dat maak je niet elke dag mee natuurlijk. Nee. Heeft u ook nog wat leuks te melden, meneer? Dat is echt, dat wil ik echt even kwijt. Nou ja, vond u dat niet leuk dan? Ja, maar misschien, ja.
Misschien is het klagen dan of zo. Nee, wel niks te klagen. We zijn hartstikke blij. Ja, het weer kunnen we over klagen. Ik vind het wat koud. Het is een beetje kil, hè? Ja. En wij komen uit het westen van het land. Oh jee. En daar schijnt de zon. Daar schijnt de zon. Ja, en was gisteren komt ook naar Gelderland. Ja, en dan is het koud. En dan is het koud. En dan staat hij op de camping. Ja, verschrikkelijk allemaal. Maar het is wel leuk toch? Nou ja, man. Jawel. U maakt het toch ook wel een beetje gezellig, hè? Oh, kijk. Kijk, wat denk je wat dit gekost heeft? Wat? Even kijken. Ja, dat heeft een fortuin gekost. Ja, dat geloof ik graag, ja. Hoort u dat nou, meneer? Ja, ik weet het. U bent een soort Bourgondier. Ja, zeker. Lekker genieten van het leven. Zeker weten. Ja? Ja. Maar dan komen we goed op de camping. Ja, zeker weten. Gaat de barbecue vanavond aan? Dat weet ik niet. Het is te koud. Het is te koud. Nou, daar heet je wel warmte van, hoor, van een barbecue. Maar... Ik denk dat mevrouw gewoon de piepertjes gaat schillen, hè? Ik dacht het niet. Nee, je gaat niet de piepertjes schillen. Ik ben toch op vakantie. Oh ja, dat is waar, ja. Gaat u lekker uiteten? Nou, het dubben nog een beetje. U staat in twijfel. Ja. Ga eens lekker naast elkaar staan. Even heel strak naast elkaar. Even lekker inschuiven. Ja. Strakker naast elkaar. Ja, ja, goed zo. Want dan zeg ik namelijk 1, 2, 3 en dan roepen jullie heel spontaan volgende. Met z'n allen tegelijk. Maar dat moet lukken, hè? 1, 2, 3. Volgende. Ja, ik vind hem goed. Oké. Okay. Nou, succes op de camping, hè? Wanneer... Ja, nee, het wordt niet doorgevraagd. Komt goed. Nee, maar wanneer is dit te zien en waar? Op Ede TV. Daar wordt het uitgezonden, de hele week lang. Oké. Maar dan kunt u ook gewoon gaan naar www.edetv.nl. Oké. Het programma zeg het maar. Oké. En dan zit hij erin. Dankjewel. Ja? Nou, veel plezier. Tot ziens. Dag. 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 Ja, het is gelukt. Goedemiddag, dames. Welkom in het programma zeg het maar. Nou, dat is leuk, hè? Dus zeg het maar. Nou is het jullie momentje. Ja, doe me even lachen. Doe me even bijkomen. Ja hoor, dat mag wel. Ook dat mag. Lachen en zeg het maar. Het is wat, hè? Ja. Je verwacht het niet, maar het gebeurt je gewoon. Ja. Dat had je vanmorgen niet verwacht toen je de stad in ging. Nee, zeker niet. Ja. Zeg het maar dan. Wat moet ik zeggen? Ga je wel leuks doen? Heb je wat te klagen? Heb je iets leuks te melden? Heb jij iets leuks gedaan? Nee. Ja, nou, zeg jij maar dan. Nee. Ja. Nee. Nee, echt niet. Wat ga je doen dit weekend? Slapen. Ja. Slapen? Je bent net wakker. Nee. Niet? Wat ga je vanavond doen dan? Party, ik weet niet. Dat is nog een verrassing. Je ziet wel waar het schip strandt. Ja, zeker. Je kijkt wel hoe het loopt. Ja. Jullie zijn niet erg spraakzame dames. Nee. Dit is niet echt een zeg het maar momentje. Nee, nee, wat houdt het precies in? Nou, dan mogen de mensen namelijk alles zeggen wat ze willen. Oké. Okay. Ja, dat is leuk, hè? Yeah. Ja. Ja. Maar dat gaat er niet helemaal worden, geloof ik. Nee. Ga eens even strak naast elkaar staan. Want dan zeg ik namelijk 1, 2, 3 en dan roepen jullie met z'n tweeën tegelijk heel spontaan volgende. Maar dat moet lukken, hè? Ja. Zal ik even aftellen dan? Ja, okay. 3, 2, 1. Volgende. Dankjewel. Nou, veel plezier, hoor. Dankjewel. Dag. Gewoon even op de vechtpartijen starten. Goedemiddag, collega. Hallo. Hallo, collega. Hallo. Hij doet het niet. Nou, wacht maar. Hallo. Welkom in het programma, zeg het maar. Hallo. Ja, dat is leuk, hè? Kijk. Wat zijn jullie hier aan het doen? Wat? Wat wij aan het doen zijn? Ja. Een vechtpartij, man. Een vechtpartij. En waar is dat voor? Moeten we dat nou wel zeggen? Nee, maar waar is dit voor? Dit is het programma, zeg het maar, voor EDTV. Wanneer is dat op televisie dan? Aanstaande zondag. Oh, dat kan ik niet zeggen. Nee, echt niet. Nee, dit is voor trouwerijen, ze weten het nog niet. Oh, oké, okay. Dit is voor trouwerijen, ja. Leuk. Dus en die groep die erachter zit, die hoort er ook bij. Ja, die hoort er ook bij. We proberen ons er dan van te rechercheren, maar dat lukt niet echt. Dat lukt niet echt, ze zijn een beetje gemoeid, hè? Ja. Je kan niet eens even lekker wat drinken. Even kijken, wat heb je er staan? Oh, een halve liter. Oh, die smaakt wel, hè? Het is een half liter. Ah, hartstikke leuk. Voor de rest nog wilde plannen dit weekend of houd je rustig? Nee, we houden rustig. Dit is volgens mij het enige. Ja, dit is het enige. Dus wat daarachter zit, dat hoort ook bij jullie. Zeg ja, ook nog. Dat hoort erbij. Hallo! Ah, dat ziet er ook leuk uit. Ja hoor. Hey, maar ik heb een hele grote verrassing voor jullie. Kunnen jullie eventjes deze kant op komen allemaal? Want jullie mogen het programma zeg maar afsluiten. Oh. Dat is leuk, hè? Dat is leuk. Dat is leuk. Nou, kom eens even deze kant op dan allemaal. Ik vrees dat je een probleem hebt. Oh, dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet.
Ah, dan kijken ze vast niet. Ja. Kom eens even allemaal deze kant op dan. Even strak naast elkaar dan, hè? Lekker strak naast elkaar. Ja, dat is hartstikke leuk. Lekker strak naast elkaar, lekker inschuiven. Zal ik de afsluitzin een keer voordoen? Ja. Nou, doe dus. Dit was het programma Zegbaar voor deze week. En graag tot volgende week. Maar dat dan met z'n allen tegelijk, hè? Hebben jullie hem? Ja? Ja, jullie hebben hem? Ja. Dit was het programma Zeg het maar voor deze week. En graag tot volgende tot week. Tot volgende week! Wacht even. Ik tel even af en dan gaat hij dan. 3, 2, 1. Tot volgende week! Hey. Eerste afsluitzin. Okay. Oh. Ja. Ja. 3, 2, 1. Eerste afsluitzin. Dit was het programma Zeg het maar voor deze week en graag tot volgende week. Dat moet toch lukken, hè? Kom op zeg. Nou, 3, 2, 1. Dat moet lukken! Jongens, dit was het programma Zeg het maar voor deze week en graag tot volgende week. Nou, we doen het nog één keer. 3, 2, 1. Dit was het programma Zeg het maar tot volgende week. Nou, begin met te zwaaien. Zwaaien. Doorgaan. Heel spontaan, dat was hem hoor. Dankjewel. Ja. Hey, succes hè. Dankjewel. Dit was het programma Zeg het maar voor deze week. En graag tot volgende week. Dag. Dag. Dag.